De film Fly Me to the Moon met Scarlett Johansson en Channing Tatum was echt een hele grappige, leuke film. Echt ook een goede cast. Dit is mijn review van Fly Me to the Moon. The slaves take revenge against the emperor. This prophecy is how they enslave us! You still are the emperor. De hoofdrol is voor Scarlett Johansson, die we kunnen kennen als Natasha Romanoff in Black Widow. En ook in Avengers Endgame, maar ook bijvoorbeeld als Lucy in de film Lucy. De andere hoofdrol wordt gespeeld door Channing Tatum. En die kunnen we kennen uit Kingsman The Golden Circle. Uit het recent uitgekomen Deadpool en Wolverine. Maar ook uit The Lost City uit 2022. En dan is er nog een grote rol voor Woody Harrelson. Die we kunnen kennen uit Venom. Uit Solo A Star Wars Story. En uit The Hunger Games. De director van de film is Greg Berlanti. En die kunnen we kennen als de director van series zoals The Flash, Arrow, maar ook Legends of Tomorrow. En met een runtime van 2 uur en 11 minuten is het een soort van de standaard runtime van een comedy. Aan het begin van de film gaat eigenlijk alles rondom de maanlanding mis. Alles gaat stuk, alles ontploft. En dat onder de leiding van het karakter van Channing Tatum. Every day something is breaking. And we're dead. Again. Yeah, we're blowing up. En dan komt het karakter gespeeld door Woody Harrelson met het idee om die public support iets omhoog te krijgen. SAG needs a marketing specialist and you are the very best. Dus huren Kelly Jones, het karakter van Scarlett Johansson, in als marketing specialist. I work here now to sell the moon. En zo zit de film vol met grappige scènes waarin ze bijvoorbeeld bekende mensen die bij NASA werken dan gaat recasten en dan gaat ze acteurs inhuren die die rollen gaan spelen. Who is that? For me this is very personal. He's got my name. En dan komt het karakter van Woody Harrelson met het idee om een soort backup versie van de maanlanding te filmen om maar zeker te weten dat als de landing misgaat dat ze nog een soort van extra iets achter de rug hebben. Een beetje zoals die bekende complottheorie ook denkt. We need to shoot the backup version of the moon landing. En dan krijg je een soort chemistry tussen het karakter van Scarlett Johansson en het karakter van Channing Tatum, die een soort steeds dichter bij elkaar komen. I know a lot more about the moon than I know about you. De film is best wel goed ontvangen door het publiek met een 6,8 op IMDb en een 65% op Rotten Tomatoes. Ik geef de film zelf een 6,7. En daarmee komt de film een soort van in dezelfde ranking als Madame Web en One True Loves. En daarmee komt de film op plek 48 van de 129 films die ik in mijn leven heb gezien. En aangezien er straks een top 10 volgt van de 10 laatste films die ik in de bioscoop heb gezien, gaat de film die het langst geleden in de bioscoop heb gezien uit de top 10. Dat is in dit geval Civil War uit de 29ste aflevering. En dan komt Fly Me to the Moon in de top 10. En dan gaan we snel kijken naar de top 10. Op 10 staat nog steeds met een 2,2 de film Challengers. It wasn't even like tennis, it was an entirely different game. Op 9 staat The End We Start From. Where are you going to go? Home. Going home. Op 8 staat Furiosa, A Mad Max Saga. To get home. Furiosa fought the world. Op 7 staat The Fall Guy. You are literally the last person on earth I want to see. Op 6 staat Bad Boys, Ride or Die. He's texting us from the other side. No, he's not, Marcus. Op 5 staat Kingdom of the Planet of the Apes. Are you familiar with the concept of evolution? Op 4 staat de film van vorige week, Horizon, An American Saga, Chapter 1. Looks like we got ourselves a bad man right here. Op 3 staat met een 6,7 de film van deze week, Fly Me to the Moon. Every day something is breaking. And we're dead, again. Op 2 staat The Mars King's Daughter. We can still all be a family. En op 1 staat nog steeds met een 7 de film Hitman. No, I don't buy it. What? You're not a hitman. En aangezien ik jullie ook nog graag wil vertellen over de 10 afgelopen films die ik zelf thuis heb gezien, komt die top 10 nu. Op 10 staat Lion. I had another family. A mother. A brother. Op 9 staat Pinocchio. Hello, Pops. Op 8 staat Beast. I've never seen anything like this. Multiple attack. Op 7 staat Venom. I'm hearing a voice. Eddie. Op 6 staat Taken. I will find you. I will kill you.
Op 5 staat met een 6,6 de film Taken 2, het vervolg op Taken, waarin in plaats van de dochter de vader en de moeder ontvoerd worden. People are gonna come for you too. What are you going to do? Op 4 staat Rebel Moon Chapter 1 Chalice of Blood. I find warriors to fight with us. Op 3 staat 65. My ship was hit by an undocumented asteroid. Op 2 staat Forrest Gump. What's your sole purpose in this army? To do whatever you tell me, Drill Sergeant? En op 1 staat nog steeds Life is Beautiful. Uno! Quelli che si mettono a piangere! Due! Quelli che vogliono vedere la mamma! Tre! Quelli che hanno fame e vogliono la merendina! Dan wil ik jullie heel graag bedanken voor het kijken naar deze video. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En dan gaan we het hebben over de film The Bike Riders. Laat het zeker weten of je die film al gezien hebt. En zo ja, wat jouw mening daarover is, dan neem ik het zeker mee in mijn review. En dan hoop ik jullie dan weer te zien. Tot ziens, tot later.